In deze film ga ik met twee filters een portret bewerken. En om dat portret te bewerken maak ik gebruik van twee filters. En die vind je door hier op het potloodje te klikken. En dan heb je daar portret en hoofdposen staan. En dat is de filters die ik met je doorga nemen. Natuurlijk kun je nog veel meer andere filters gebruiken, maar ik beperk me even tot die twee. Als je op portret klikt, dan zie je onderin een aantal voorinstellingen. Maar voordat ik hierin verder ga, laat ik eerst even zien wat er mis kan gaan. Dit is een foto met een heel duidelijk portret. Maar als ik bijvoorbeeld even een andere foto open, gewoon een bos. En ik klik dan op portret, dan zal Snapseed aangeven van, hé, hey, er zijn geen gezichten gevonden. Wat wil je doen? Wil je stoppen? Of wil je het nog een keer proberen en dat ik wat beter kijk? In dit geval, er staat geen gezicht op. Dat komt niet goed. Dus ik klik in dit geval op filter annuleren. Maar het kan zijn dat je een portretfoto hebt waarbij Snapseed niet in staat is om het te zien. Dus ik ga gewoon verder met mijn portretfoto en ik ga naar portret. Zoals ik net al zei, er staan een aantal voorinstellingen op en daar zou je op kunnen klikken, maar wij gaan in dit geval gewoon handmatig aan de slag. En het eerste wat ik ga doen is nou aanpassen. Ik heb daarin drie opties, gezichtspotlight. Met de gezichtspotlight maak je het gezicht eigenlijk lichter. Als je dat naar rechts haalt wordt het gezicht lichter en wordt de rest donkerder. Dat zie je ook bijvoorbeeld in de schouder en in de hals. Uh, draaf dit niet te ver door. Je kan het gebruiken, maar laat een beetje alles in balans. De tweede optie is gladde huid. Ook hier sleep je naar rechts, wordt de huid gladder. En laat je hem op nul staan, dan blijf je bij je origineel. Ook hier draaf niet te ver door, dat heeft geen zin, wordt niet fraaier. En tot slot heldere ogen. En je zult zien als ik daar helemaal doordraaf dat het echt gewoon niet fraaier wordt. En wat dat doet: de iris wordt iets helderder. En het oogwit wordt veel witter. En dat witte oogwit, dat wordt gewoon al snel te wit. Dus dat hou ik in dit geval op 2. Dan heb je ook nog de huidtint. En de huidtint is eigenlijk gewoon ja, een manier van rekenen voor Snapseed. Standaard staat die op geen, maar je hebt ook nog bleek tot en met donker. En je kunt daar gewoon even doorheen scrollen om te kijken van nou, wat pakt mooi uit. En ik vind gemiddeld in dit geval wel fraai uitpakken. Ik pas nog even de een gezichtsspotlight een klein beetje aan. Totdat ik dit heb. En ik druk hieronder gewoon op het vinkje. En ik ga door naar het volgende filter. En het volgende filter dat was hoofdpose. En als je daarin komt, heb je twee opties. Je hebt de pose van het hoofd. En je hebt wat aanpassingen. Laat ik eerst de pose van het hoofd aanpakken. Je ziet in het midden een icoontje, een gezichtje. En dat kun je gewoon verslepen. En daarmee kun je het gezicht ook een klein beetje verdraaien. Ik kan het naar rechts draaien of naar links en je ziet wat er gebeurt, of naar boven, of beneden. Nou, het is maar even afhankelijk van wat jij vrij vindt. Laat ik het is dus gewoon een klein beetje naar rechts draaien en een klein beetje hoger. Bij het aanpassen hebben we wederom drie opties: je hebt pupilgrootte, lachen en focuslengte. En laat ik eerst de focuslengte doen. Een portret wat gemaakt is met groothoek, waarbij je dichtbij staat, dat ziet er heel anders uit als wanneer je meer inzoomt en wat verder weg gaat staan. Het perspectief van het gezicht wordt dan anders. Met groothoek lijkt de neus heel groot en de oortjes zullen al vrij snel ver naar achteren zitten. En gebruik je een lang brandpunt, dan wordt dat eigenlijk een klein beetje ingedrukt. Op een fototoestel zou je bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een focuslengte van 50 of 85 mm. Op een telefoon of op een tablet heb je die optie natuurlijk wat minder. Je kunt wel inzoomen, maar de mogelijkheden zijn wat beperkter. Toch kun je dat in SnapSheet een klein beetje simuleren. Als je het filter naar rechts trekt, dan gaan we eigenlijk meer groothoek simuleren. En je ziet wat er gebeurt met het gezicht. Het wordt ietsjes smaller en de neus wordt relatief gezien groter. Als ik even terug ga naar 0 en dan naar het maximum en daar even tussen heen en weer schuif, dan zie je wat er gebeurt. En schuif je naar rechts, dan gaat het effect eigenlijk de andere kant op. Nou, en je ziet tussen de twee uitersten goed wat er allemaal verandert. Nou, ik ga hem een klein beetje langer maken. Min 8 is prima. Zoom ik even in op de ogen. Want een van de andere filters die we hadden, dat was de pupilgrootte. En dat past de pupil en de iris een klein beetje aan. Met daaromheen de rest van het oog. Je ziet wat er gebeurt. Maak ze gewoon niet te groot. Dat wordt gewoon helemaal niks. Maar gewoon een klein beetje zou wel kunnen. En tot slot heb je het filter voor de lach. Ook hier niet in doordraven. Maar schuif je het naar rechts, dan komt er een klein beetje meer glimlach op. En schuif je het naar links, dan wordt die glimlach juist wat minder. Als ik even uitzoom, zie je hoe onnatuurlijk het is als we aan de uiterste zitten. Dit is min 100 en dit is plus 100. Het wordt op die manier meer een karikatuur. En als je iets hebt gevonden waarvan je denkt: van ja, dat is prima, dan klik je hieronder op het vinkje. In eerste instantie lijkt dat er niet zoveel veranderd is, maar ik laat even de before en after zien. En dat doe ik hierboven bij dit stapeltje met pijltje. En dan heb je daar bewerkingen bekijken. Ga ik terug naar het origineel, dan zie je dat er toch wel het een en het ander veranderd is. Dit waren de wijzigingen die er bij portret bij kwamen. En dit waren de hoofdposen. Dus je ziet vooral het gezicht een stuk rechter opstaan. Dan de stap ervoor. Wil je daar eventueel nou nog iets op aanpassen? Zeg bijvoorbeeld dat de oogjes gewoon ja, weer normaal kunnen worden. Klik hier even op dat hele kleine pijltje. En ga dan gewoon naar de sliders. Je komt terug in het filter. En ik kan bijvoorbeeld de pupilgrootte terug naar 0 zetten. Nou, laat ik ook het lachen. Gewoon een klein beetje terugzetten. En ik kom vervolgens weer ja, in mijn bewerkingsstappen terecht. En eventueel kun je de foto gewoon exporteren. Via hieronder. En ik zeg een kopie opslaan. Want ik wil het origineel natuurlijk ook nog gewoon even bewaren. Tot zover deze film. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En doe doei. doei.